Hallo allemaal, het is voor mij vandaag maandag. Oh nee, het is geen maandag, het is dinsdag. Gisteren was maandag. De afgelopen vlog die jullie gezien hebben woensdag was van maandag. Het is nu dinsdag en ik wilde toch een weekvlog gaan doen. Ik twijfelde heel erg, maar ik ga het toch doen. Het is maandagavond, dinsdagavond. Het is dinsdagavond. Ik heb vandaag gewerkt en het was wel even pittig weer. Puur omdat ik ook de hele dag heel veel druk op mijn borst heb gehad. Dus dat was ook zeker niet fijn. Maar het was wel eventjes wennen weer om weer lekker bezig te zijn. Maar het was wel leuk, het is allemaal goed gegaan. Morgen moet ik weer. Dus vandaar dat ik ook al lekker in mijn bed lig. Het is best vroeg nog. Het is nog ineens 8:30. Het is bijna 8:30. Ik ben thuis gekomen naar mijn werk. Toen ben ik gaan eten. Of ik ben eerst even gaan liggen, want ik voelde me niet zo heel erg lekker. Daarna ben ik gaan eten en toen dacht ik, ik ga sporten. Dus ik ben naar de sportschool gegaan en ik heb een uurtje gesport van 7:30 tot 7:30. En het is nu bijna 9:30. Ik ben net een uurtje terug. Ik heb gelijk gedoucht. Ik heb eventjes wat gedronken, medicijnen ingenomen. Kleding klaargelegd voor morgen. Eten klaargemaakt voor morgen. Tas ingepakt voor morgen. En ik ben helemaal ready. Ik lig op mijn bed. Ik ben een YouTube video aan het kijken. En tegelijkertijd wil ik gaan editen. De beelden zijn... Oh, ze zijn al overgezet, dus dat is mooi. Ik kan nu de weekvlog van vorige maandag gaan editen. Die jullie dus woensdag hebben gezien. Ik moet opschieten, want hij moet morgenochtend online. Beetje laat, maar ik had vandaag echt geen tijd, want ik was aan het werk. Dus dit ga ik nu even editen. Daarna ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgenochtend. Tot morgen. En slaap lekker voor mij, want ik heb mijn slaap hard nodig. Ik ben heel erg moe. Hallo! Ladies and gentlemen, ik ben klaar met stage. Ik ben thuis. Ik heb mijn nagellak eraf gehaald, want het was echt vreselijk. Het was echt ellende gewoon. Maar ja, ik ben thuis. Trouwens, nagellak, het was niet echt nagellak. Het was gewoon zo'n bescherming, harder nagellakje dingetje. Maar ik heb het eraf gehaald, want toen niet nodig. Maar ik ben dus thuis. En het is goed gegaan vandaag. Ik heb me echt heel erg goed bezig kunnen houden vandaag. Het is allemaal heel goed gegaan. Helemaal top. Ik ben helemaal blij. Alleen ben ik een beetje moe. En mama die kwam met het idee van, nou, we gaan lekker schnitzel eten. Met, hoe moet ik het goed zeggen, volgens mij iets van groenten en aardappelen. Maar ik dacht, nee, geen trek in. Dus ik ga spaghetti maken zometeen. En aangezien ik En vrijdag ben ik vrij. En zaterdag moet ik werken. Maar dan is deze vlog toch alweer voorbij. Moet ik eens werken. Ik moest eigenlijk morgen. Maar ik heb opgeschoven naar zaterdag. Omdat mijn werkbegeleider zaterdag werkt. En niet morgen. Ja, morgen werkt ze heel kort. Zaterdag had ze een lange dienst. En ik denk, nou dan ga ik liever zaterdag. Dus vandaar dat ik die heb opgeschoven. Verder rest... heb ik niet zo heel erg veel te melden. Ik heb vanmorgen ook niets gevlogd. Ik was binnen 20 minuten klaar. Met wassen, aankleden, eten, koffie drinken en alles. En mijn make-up. Dus beste timing ever. Ik had het moeten vastleggen. Het was echt dramatisch snel. Maar het is gelukt. Dus in ieder geval, nou ziet het er trouwens allemaal niet meer uit. Moet ik heel eerlijk zeggen. Alles zit onder mijn ogen. En ziet er niet uit. Maar ik ga het eventjes lekker naar beneden. Ik ga nog even chillen en dan ga ik zo lekker het eten doen. En als ik dat heb gedaan, dan gaan jullie het resultaat zien. Ik heb alles vers gekocht. Echt alles is vers. Saus, pasta zelf. Of niet eigenlijk, stracciatelli. Gehakt. Dat is altijd vers. Uitjes heb ik gekocht. Ik heb kleine paprikaartjes gekocht, van die snoeppaprikaartjes. Want zo'n hele grote paprika, dat snijden we vaak op voor de cavia's. En ik dacht, dit is ook gewoon lekker, want dan kun je ze gewoon zo'n hele paprika geven. Dus vandaar, dat hebben we gedaan. Tenminste, dat hebben we gedaan, heb ik gehaald. En verder is dat ook niet zo heel veel. That's it. Ik ga het, even mijn video afkijken, want die ben ik aan het kijken. En daarna ga ik het eten doen. Let's go.
bijna klaar. Het gehakt en de saus en alles is al helemaal ready. Dus nu nog een beetje warm aan het houden. Pasta is klaar en hier de groenten ook. Dus we gaan ze lekker eten en de telefoon gaat. Goed, ik hoop dat jullie me een klein beetje kunnen zien. Het is echt donker, I know. Maar ik ben onderweg naar huis toe. Het is zoals je ziet al echt pikken donker buiten. Ik heb een bakje gedaan met mijn opa en oma. En ja, ik heb daar nog wat overige pasta gebracht, want we hadden echt heel veel over. Maar ik ga nu op naar huis. Het is heel koud. Dus ik ga heel snel op naar huis en dan zo lekker mijn bedje ook in, want ik ben best wel moe. Goedemorgen, het is voor mij nu vandaag donderdag. En ik ben vrij, zoals ik gisteren heb verteld. Ik moet nu in plaats van vandaag, moet ik zaterdag, omdat mijn werkbegeleider zaterdag werkt. En ja, ik ben dus net wakker. Het is best wel laat. Het is 9:30 geweest. Volgens mij is het zelfs bijna 10:00. Mijn klok doet het nog steeds niet. Waarom kijk ik daar ook een keer naar? Ik ben aangekleed en ik ben lekker gewassen. Ik heb deze gele trui aan van New Yorker. Deze blauwe broek van Sena. En mijn groene schoenen van Primark. Ik heb alleen maar haar nog niet gedaan. Maar dat komt zo wel. Ik ga nog niet weg. Ik ga vandaag wel weg. Ik ga vandaag waarschijnlijk misschien naar de tatoeshop om deze bad boy te laten coveren. Het driehoekje. Dan zou je me denken, huh? Die heb je toch laten zetten voor YouTube? Dat klopt. Maar ik wil jullie even laten zien hoe je er echt uitziet. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar je ziet door de tatoe een hele streep lopen. En dat is dus littekenweefsel. Het schijnt dus dat de tatoeëerder waarbij ik deze heb laten zetten te onervaren was en te onzeker was. Ik weet het niet zeker. Ik heb hem natuurlijk niet aan haar gevraagd, maar ze heeft dus zo hard doorgedrukt met die naald, dat er dus een dik vet littekenweefsel is ontstaan. Ik wil er of een hartje overheen laten zetten, of een roosje als dat mogelijk is. Dus waarschijnlijk ga ik vandaag om even te kletsen van, joh, wat is er nu mogelijk? En misschien dat ze het ter plekke kunnen doen gelijk. Natuurlijk wil ik eerst weten hoeveel het gaat kosten, omdat het waarschijnlijk best wel weer duur gaat zijn. Want het diamantje en het streepje waren bij elkaar ook €70. Dus dat, ja, dat, het kost nogal wat. En ik heb niet mega veel geld. Maar ik wil er wel vanaf. Ik wil van die driehoekje af. Ik vind hem lelijk. Irriteer me de dood aan. En het is gewoon zonde. Het is echt zonde van mijn geld. Ik vind het heel erg zonde. Ik heb voor die tatoeage €80 betaald. Super duur. Maar ja, het is wel gewoon heel erg vervelend. Dus ja. Ik ga eventjes ontbijten. Ik ga even koffie drinken. En dan moet ik ook nog hooi gaan halen vandaag. Dus ik ga lekker alles met openbaar voordoen. Lekker op pad vandaag. Ik heb even omgeswitcht naar deze rode handtas die daar staat. Omdat die gewoon wat groter, wat fijner is. Dus ik zou zeggen, let's go. Ik ga eerst ontbijten en daarna gaan we er lekker vandoor. Goed, ik heb contact gehad met de tatoeshop. Het gaat vandaag niet lukken. Ze zit daar compleet volgeboekt. Morgen ook niet. Dus dan gaat het waarschijnlijk over 2 weken. Dus niet volgende zaterdag, maar de zaterdag daarop. Ja, omdat ik gewoon geen tijd en alles heb om nu, of komend weekend bedoel ik, naar die tatoeshop te gaan. Omdat we dan een of andere cavia iets hebben met een cavia stichting, weet ik het allemaal. Dus dan zit ik eigenlijk ook vroeg gepland. Dus ik heb gevraagd of het weekend daarop kan. Wat betekent dat ik nog 2 weken tegen dit lelijke ding aan moet kijken. En daarna wordt die gecoverd. Dus daar ben ik heel blij om. Ik hoef gelukkig niet zo lang te wachten, dat is wel fijn. Maar ja, ik ga nu, trouwens, nu ga ik onderweg naar het centrum. Mama heeft hooi nodig, dat is op. En ik heb ook nog een paar dingen nodig, dus ga ik even halen. En daarna ga ik weer richting huis. Maar het is best fris. Ik heb mijn winterjas maar weer aangetrokken. Het is niet heel erg warm, maar het regent ook een klein beetje. Ik ga trouwens niet met de metro, want dan moet ik daar nog een stuk lopen. Dus ik pak gewoon lekker de bus. En kijk. Dat heb ik trouwens gisteren ook gedaan. My nails. Dus ja, ik ga de bus pakken. En dan even lekker naar het centrum. Het is echt heel koud buiten. Ik had verwacht dat het lekker ging worden, maar het ziet er echt heel druilig uit buiten. Het regent ook. Bah, jammer. Goed, ik ben net naar Vlaardingen geweest om een spulletje af te brengen bij Chantal. En ik ben nu weer op Akkerhof. Ik ben weer thuis, zeg maar. Metro is hier. Ik ben nu dus onderweg naar huis toe en ik ga zo eten. Het is 4:30, dus precies 4:30. Dus ik ga naar huis, ik ga eten. En morgen komt er een heel leuk grillpakketje binnen. Ik heb namelijk een Oker grilltelefoonhoesje besteld.
Die moest ik gewoon hebben. Ik zag hem online en Ash heeft dat hoesje in het paars. En dat is super gaaf, super fijn. Maar ik wil hem dus in het okergeel, want ja, alles is okergeel bij mij de laatste tijd. Of überhaupt geel. Ik heb nu ook een okergele tas bij. Dus ja, we gaan op naar huis toe. Goed. Ik heb avond gegeten. En het is nog steeds donderdag. Ik loop buiten. Ik heb mijn kobelblauwe jas aan. Ik vind hem super leuk. Alleen het is nog best wel koud voor deze jas. Maar ik wilde hem heel graag aan. Dus heb ik hem gewoon aangedaan over mijn trui. Ik heb mijn capuchon opgedaan. Ik heb de hik. Vreselijk. Ik moet even naar de winkel. Ik moet halen. En daarna ga ik gewoon weer lekker richting huis. En ga ik lekker mijn gemak houden. Ik heb echt de hik. Vreselijk. En vanavond Chantal komt werken kijken. Morgen komt me ook een gele hoesje binnen waar ik heel veel zin in heb. Ik weet zeker dat hij heel gaaf is. Maar nu in ieder geval onderweg naar de winkel. De lucht is best wel blauw. Hier en daar wat donkere wolkjes. Maar ik hoop dat het daarbij blijft. Oh, ik heb de hik al een uur lang. Is echt vreselijk. Trouwens, pasta voor mijn eigen gemaakt. Met kaassaus, uitjes, paprika, hamblokjes. En wat kruiden. Super lekker. Ik heb echt wel heel goed gegeten. Alleen nu mijn boodschap gaan halen. Ik denk dat ik ook gelijk een kleine lunch voor morgen meeneem. Als ik er toch ben, why not? Goed, I know. Het is donker. Ik ga even een aantal lichtjes aandoen. Ja. Het is nog niet heel veel licht, want ik heb sowieso niet zo'n hele grote lamp in mijn kamer. Maar het is wel wat. Ik ben terug van het boodschappen doen. En ik heb net lekker een... wat had ik op? Ik vergeet hoe het heette. Appelflap op. En verder niet zo heel veel gegeten. Een klein chipje, bakje chipjes op. En that's it. Ik heb mijn bedovertrek gehaald. Ik vond hem heel erg leuk. Ik kon hem niet laten liggen. Het is deze. Bij de Kruidvat hebben ze aanbiedingen. Deze is helemaal wit. En dan staat er in het midden tekst op. En ik wil heel graag nu mijn bed nog doen. Dus ik ga het afhalen. En ik ga dit gauw omdoen. En daarna ga ik wel lekker slapen. Maar ik ga het even gauw doen. En dan ga ik jullie laten zien hoe het zo meteen is als het helemaal netjes uit ligt. Ik ben heel benieuwd. Klaar. Kijk hoe leuk het eruit ziet, jongens en meisjes. Ik leg deze wel even dubbel. Zo. Kijk hoe leuk. Met een leuke tekst op. Ik ben er echt mega blij mee. Het ziet er echt mega leuk uit. De kussen is even wit. Maar dat vond ik ze heel erg. Het ziet er echt heel leuk uit. Live your dreams. What if all your dreams came true? Today is the perfect day to start living your dreams. Follow your dreams. Super cute. En ik heb trouwens ook vandaag deze nieuwe slippertjes gekocht bij de Primark. Super chill, super... Ik dacht dat het gewone slippers waren, maar het zijn de steenslippers. Maar dat zit wel echt lekker. Dus die heb ik ook gekocht. En ik ben al helemaal omgekleed. Dus ik ga lekker slapen. Tot morgen. Goedemorgen. Het is vrijdag en ik ben net wakker geworden en ik heb echt zo lekker geslapen. Oh, wat was ik moe gisteravond, zeg. Jeetje. Maar ik heb wel echt heerlijk geslapen. Ik ben net wakker. Ik heb net even op mijn telefoon gecheckt en een YouTube video gekeken. Instagram ga ik zelf checken. Kijken of Roadtrip nog nieuwe Insta stories heeft geplaatst. Vind ik altijd wel leuk om te zien. Maar ja, zo word ik dus eigenlijk altijd wakker. Mijn haar zit aan de voorkant dus oké. Okay, maar als je de achterkant ziet, dan staat het allemaal overeind. Maar dat geeft niks. Maar ik ben wel lekker wakker. Ik heb echt heerlijk geslapen. Wat trouwens wel misschien een leuk feitje is. Ik slaap nooit plat. Dat meen ik echt serieus. Er ligt altijd een kussen onder mijn eigen kussen. Omdat ik het niet lekker vind om plat te liggen. Ik lig altijd vaak liever iets hoger. En ik lig altijd heel erg laag op mijn kussen.
Maar ja, jongens en meisjes. Ik heb mijn telefoon bijna vallen. Ik heb wel lekker geslapen. En het nieuwe dekbed overtrek is zo leuk. Ik vind het echt heel tof. Dus ja. Trouwens, wat ik nog wel wil zeggen is dat getik op de achtergrond is de wasmachine. En het andere wat ik wil zeggen is dit is het licht waarin ik wakker word en ga slapen. Want mijn rolgordijnen zitten dicht. Dan zou je denken, dat is best heel erg licht. Ja, dat klopt. Ze zeggen dus dat die verduisterend zijn, maar dit is dus echt niet verduisterend. Dus ja, ik heb trouwens mijn kleding al klaargehangen voor vandaag. Dat ga ik zo aandoen. Ik ga lekker een simpel legging aandoen en een trui erover aan. En dan ga ik zo meteen ook nog even boodschapjes halen. Ik moet nog een paar dingetjes halen. En ik moet nog even medicijn halen. En dat is het. En voor de rest van de dag ga ik een beetje mijn stageopdracht doorwerken. Misschien heeft mijn moeder nog iets te doen. Ik ga vuilnis wegbrengen vandaag. Maar dat kan ik sowieso niet filmen, want dat is, dan heb ik gewoon handen tekort. Dus ja. That is what it is for today. Ik ga het even mijn badjas aantrekken. En dan ga ik naar beneden om een kopje koffie te drinken. Want ik ga me echt niet gelijk aankleden. Daar heb ik geen zin in. Totaal niet zelfs. Dus ja, ik ga me eventjes eruit. Ik ga mijn bed even een beetje recht trekken. Dan trek ik mijn leuke slippers aan. Die staan hier. En dan ga ik even koffie drinken beneden. Goed, ik heb even lekker een kopje koffie gedronken. Ik ben terug naar boven gegaan en ik ben even mijn kamer gaan veranderen. Tenminste, mijn bureau. Want het irriteerde me best wel dat ik gewoon bijna geen ruimte had. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn lamp hier in de hoek weggehaald. En die heb ik echt anders gezet. Mijn laptop staat nu in de hoek. Dat is ook een mooi klein plekje ervoor. Het fotolijstje heb ik nu hier neergezet met een kaarsje erbij. Voor de rest is mijn bureau dus leeg. Hiernaast heb ik dus mijn lamp neergezet. En dit bakje met al mijn dagelijkse make-up erin. Omdat het gewoon op mijn bureau heel erg vervelend stond. Oh jee. Oh. En heel erg in de weg stond. Heb ik ervoor gekozen om dit gewoon te veranderen en hier neer te zetten. Even wat recht zetten. Zo. Staat veel beter nu daar. En dit flesje drinken moet natuurlijk even weg. Maar ja, ik vind dit gewoon even veel beter staan. Wat ik trouwens net aan het doen was. Misschien vragen jullie dat wel af. Ik ben net bezig geweest. Wacht, ik moet even mijn lamp op een klein stukje draaien. Die staat dus net niet helemaal goed. Zo. Wat ik dus net aan het doen was, is ik ben bezig geweest met een to-do-lijstje. Dit bloknootje heb ik ooit bij de Primark gekocht. En super chill. Want hij is alleen van 2018, zie ik hier zo. Maar dat maakt me niet uit, want je kan hem altijd gebruiken. Want je vult er een datum op in. Maar... dit is dus een lijstje, to-do. Ik ga hem even zo laten zien, dat is makkelijker. To-do, dus dingen die je vandaag allemaal moet doen, zet je gewoon hier neer. En dan ga je deze dingen ga je verdelen in het vakje ochtend, middag en avond. Dat heb ik gedaan. Soms wijkt er wel iets van uit natuurlijk, maar dat is logisch. Hier staat een stukje notes en doodles. Dus dingetjes die je nog eventjes moet onthouden ofzo, die schrijf je dan hier op. Dus ik heb hier bijvoorbeeld opgeschreven dat ik... niet moet vergeten mijn moeder de bank maar straks terug te moeten doen in de portemonnee. Want dat vergeet ik vaak wel. Dan moet ik hem morgen meenemen. Daar is ze denk ik niet blij mee. En hier, dit blauwe vakje. Dat is een quote of the day. En ik heb daar dit keer neergezet. Do more of what makes you happy. Dus dit is eigenlijk mijn lijstje. Die hou ik gewoon lekker de hele dag hier op mijn bureau. En dan kan ik afvinken en kijken wat ik moet gaan doen. Maar voordat ik al deze dingen ga doen, moet ik me eerst aankleden. Kleding hangt hier klaar. Deze afvalzak moet straks naar de container. Oh wacht, dat moet ik nog even opschrijven. Het is goed dat ik dat nu bedenk. Dat betekent dat er een extra vakje bij moet. Want ik moet afval wegbrengen. Wegbrengen. En dit doe ik in de middag, want het is al bijna middag. Oké, goed. Dit is klaar. Ik ga me aankleden en dan ga ik naar de supermarkt. Ik neem mijn tas mee. Wat ik trouwens net heb gedaan is ik heb alles wat er in dit laadje zat in die afvalzak gekiept. Want daar heb ik gewoon niks aan. Ik gebruik het niet. Nu heb ik mijn stagemap en mijn agenda hier neergelegd. Want ik zat altijd te rotten met het ding waar ik dat ding kwijt moest. En nu kan ik hem dus kwijt. Dat is wel mooi. Eigenlijk moet ik ook mijn kamer nog opruimen en schoonmaken. Maar ik denk dat ik dat lekker zondagochtend ga doen. Want morgen moet ik werken en ik wil wel een klein beetje mijn gemak houden vandaag. Dus dat gaan we doen. Ik ga me aankleden. Goed, ik loop inmiddels buiten.
Ik loop in de schaduw. Het is best fris in de schaduw. Ik heb over mijn lange mouwen dikke vest aangedaan. En dan dit jasje, omdat ik deze graag aan wil. Omdat die heel dun is, maar zo leuk. Maar ik heb het nog best fris. Maar ik ben onderweg naar de winkels nu. Ik heb één traanoog. Ik heb echt altijd één traanoog en dat is mijn rechteroog. Het is zo naar. Maar in ieder geval een boodschappenlijstje gemaakt. En ik ben nu onderweg naar Albert Heijn. Ik kan kiezen waar ik boodschappen ga doen. En ik dacht, weet je, ik ga lekker naar de Albert Heijn. Dan kan ik weer lekker zeeroutjes sparen. Want ik heb afgelopen week mijn boekje ingeleverd. Dus ik kreeg 200, of 200. Ik kreeg 52 euro. Super chill. Die heb ik ook netjes in mijn potje gedaan. Ik ben tegenwoordig echt wel van het sparen, jongens. Ik heb vrij weinig geld. Bij elke keer. Zodat ik ook niet heel veel kan uitgeven. Maar ja, ik ben... tranen lopen over mijn wangen, man. Maar ik ben nu onderweg naar de supermarkt. Daarna even medicijn halen bij de kruidvat. En dan zijn we op zich ready. Dan ga ik zo meteen lekker bakken. En dan moet ik mijn kamer nog doen. De vogelkooi nog doen. Dus best een drukke dag vandaag. Wel een leuke dag. En wat niet kan, ik kan morgenmiddag of zondag ook. Maar ik probeer zoveel mogelijk vandaag te doen. Ik ben echt heel positief ook opgestaan. Normaal ben ik altijd heel chagrijnig, moe. Maar heb ik echt een best wel goede nacht gehad. Ik ben heel vrolijk en heel positief. En dat is echt een tijdje geleden trap ben geweest. Dus dat is heel fijn. Maar ja. Morgen ga ik met normaal breng mijn vader me naar mijn stage. Maar omdat het morgen weekend is. Laat ik hem gewoon lekker liggen. En pak ik morgen gewoon lekker de metro. Ah jongens. Nog een buiten adem. Maar ik ben wel heel happy. Ik ben echt vrolijk as hell. Gewoon super super chill. Maar goed. Wat ik al zei. We gaan boodschappen doen. Let's go. Is klaar met bakken en er zit echt van alles tussen mijn tanden. Goed, de boterkoek is in ieder geval, wat ik net al zei, klaar met bakken. Dat is mooi. Die staat nu lekker af te koelen. Ik ben inmiddels naar boven gegaan. Ik heb de boodschap gedaan. Ik heb een aantal dingen afgekruist. Medicijn heb ik gehaald. Avondeten heb ik gehaald. En boterkoek is gebakken. Ik ben nu bezig met de vogelkooi in mijn kamer. Ik ben eerst mijn kamer even gaan aan het stofzuigen. En ik ga zo de vogelkooi eventjes leeg zuigen. En dan heb ik dat ook gehad. En mijn kamer is weer een beetje recht getrokken, jongens. Kijk even mee. Het bureau is helemaal strak. Bed is strak. Daar is het strak. Daar lag van alles. Mijn kast hier is helemaal strak. Ik ben heel erg tevreden. Ik ga even de vogelkooi nu nog doen. Heb ik dat gehad. Wat hebben we er nog meer te doen? Afval moeten we dan nog wegbrengen. Maar dat komt vanmiddag nog wel. Lunch en op tijd gaan slapen. Maar dat is vanavond pas.
Dus het gaat hartstikke goed. En ik ga zo meteen, als ik tijd heb, nog wat leuke foto's ophangen. Want ik heb nog heel veel foto's geschoten met Chantal in Amsterdam. Dus die ga ik hier ook nog even zo tussen hangen. Is wel leuk. Maar eerst even de vogelkooi. Goed. Ook dat is gebeurd. Ik heb mijn kamer net heerlijk ingespoten met een roomspray. Dus eigenlijk is dat allemaal gebeurd. Ik ga de afvalzak zo meteen wegbrengen. Dus even kijken hoor. De vogelkooi stofzuigen is gebeurd. En de kamer recht trekken is ook gebeurd. Dit kan ik doorkruisen. En die ook. Toppie. Wat ik nu nog eigenlijk te doen heb is de afval wegbrengen. En dan vanavond mijn lunch klaarmaken en op tijd naar bed. That's it. Ik loop heel goed op schema. Ik weet niet hoe laat het is, want mijn klok doet het nog steeds niet. Daar ga ik zo trouwens gelijk een batterij voor pakken. Kun ik kijken hoe laat het... Oh, wacht, mijn laptop staat hier. Die openklap. Het is 12:15. Dat valt nog wel mee. Ik had het eigenlijk wel veel later verwacht, maar het is nog maar 12:15. Ik ga foto's ophangen. Ik ga even tape beneden pakken en dan ga ik die foto's ophangen. Ik heb ook wel zin in. Vind ik wel leuk om te doen. Voor de rest hoef ik niet zo heel veel te doen eigenlijk. Wat ik wel wil doen is de fotolijst omwisselen met de klok. Want je ziet die klok nu dus helemaal niet meer. Wacht, laat me dat gelijk eventjes doen. Die weg. Oh jee. Oh jee. Oh oh. Ik heb hem er ook helemaal niet vanaf. Oh, 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 nee. Oh, jee, oh, jee, oh, jee. Ik heb hem. Ik moet hem alleen nu nog even zien te kantelen. Toppie. Dat is de klok. En deze moet dan hier eventjes weg. En die doe ik dan switchen. Deze hangt dan daar. Ja, hangen. Ik denk dat het niet eens zou gaan. Dat ik hem gewoon moet neerzetten. Ja, dus. Oeh. Oh jeetje. God, blijf niet eens staan, joh. Nu wel. Goed zo, toppie. Zo, nu weer terug op zijn plek. Mijn klok. Waar ik de batterij van uit moet halen die ik er niet uit krijg. Er moet eventjes een nieuwe in, een nieuwe batterij. Dus die ga ik even halen. Deze kan weg. En dan hang ik die zo hier neer, want dan zie ik hem. Want daar zie ik hem dus helemaal niet. Dus dan gaan we dat maar doen. Oh, maak veel sferry. Ik ga een nieuwe batterij pakken. Wat ga ik daarna eigenlijk doen? Goeie vraag. Oké. Stofzuigen en alles schoonmaken is helemaal klaar. Alles is echt helemaal spik en span. Netjes. En het afval is weg. Dus dat is mooi. Dus dat kan ik ook afstrepen. Afval wegbrengen. Is ook klaar. Die had ik op de middag en op de avond gezet. Voor het geval dat het in de middag niet ging ofzo. Dus nu hoef ik alleen vanavond nog lunch. En op tijd gaan slapen. Maar dat spreekt sowieso voor zich. Dus hier zet ik eventjes een sterretje voor. Dus alleen nog lunch klaarmaken. En dat kan ik eventueel zo meteen ook al gaan doen. Maar als ik dat nu ga doen, ik ga morgen van die wraps meenemen. Met kipfilet en kruidenboter en zo. Maar als ik dat nu ga doen, dan heb ik kans dat het morgen heel erg nattig is. En dat vind ik dus niet lekker. Dus ik denk dat ik dat gewoon zo laat mogelijk vanavond ga doen. Maar voor de rest heb ik alles wel gedaan. Ik ben helemaal klaar. Het is wel echt heel chill dat ik nu alles heb gedaan. Het is echt heel erg fijn dat ik nu gewoon alles klaar heb. En het is allemaal schoon en netjes. En ja. Helemaal topje. Helemaal topje. Ik heb een kaars aangezet en hierachter staat mijn nepkaars. Maar ik dacht ik ga lekker een vernieuwde kaars aanzetten. Dus die brandt hier nu lekker. En ik ben even een YouTube video aan het kijken en dat moet ook gebeuren. En dan ga ik zo meteen even lekker de foto's ophangen. Niet schrikken. Ik heb mijn maskertje opgedaan. Ik had zin om mijn masker. Hier zit trouwens wel ietsje te veel, maar dat geeft niks. Ik had zin in een maskertje, dus ik heb een glittermasker opgedaan. Het ziet er heel charmant uit.
Maar me maakt het uit. Ik heb vrijwel alles gedaan om te lunchen na. Dus ik ga ook de video eindigen zodat ik hem nu lekker op mijn gemakje kan gaan editen. Eigenlijk is alles gewoon gedaan, jongens. Alleen het pakketje is nog niet binnen die vandaag binnen moet komen. Maar ik heb ook nog geen postbode zien lopen. Dus dat komt vandaag nog wel binnen. Maar dat zien jullie wel in de volgende vlog. Ik ga lekker de video afsluiten. Ik ga editen. En dan ga ik zo meteen, als dit droog is, dit maskertje er lekker afpielen. Daarna ga ik nog een ander gezichtsmaskertje opdoen over mijn gehele gezicht. Want hier is er dus niks. Dat ga ik zo meteen doen. En dan ga ik lekker de rest van de dag mijn gemakje houden. Ik moet morgen werken. Morgen is zaterdag. Dus lekker een dagje in het weekend. Morgen op stagemap meenemen, weet ik het allemaal. Dus dat is best wel pittig. En dan ben ik zondag vrij. En dan moet ik gewoon maandag weer beginnen met mijn vaste dagen stage. Dus dat wordt nog echt wel wat. Maar ik ga hier wel gewoon lekker de video afsluiten. Ik zit mijn halve nagellak eraf te trekken. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Het was een hele productieve week, moet ik zeggen. Ik ben heel druk bezig geweest en er is van alles gebeurd deze week. Dus ik wil jullie wel bedanken voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!